ik ben Dirk. Heb jij een technisch probleem? Kan niemand anders je helpen? Krijg ik hem niet meer in zijn versnelling? Weet jullie misschien... Pak je telefoon dan. Misschien kan jij de hulplijn appen. Hey! Oh! Een berichtje! Hoi Emiel en Dirk. Ik ben Tim en ik help mijn vader vaak in de garage. Onze compressor maakt een raar brommend geluid. En zouden jullie nog een keer kunnen uitleggen waarom hier zo'n kastje op zit en niet gewoon een aan- en uitknop? Alvast bedankt. Hey Tim! Hey Tim! Goeie vraag! De compressor, hè, die het niet meer goed doet. Die moeizaam opstart. Ja. Niet eigenlijk, hij staat helemaal. Ja, hij staat te brommen. Hè. Het probleem is, de compressor gaat niet draaien. Ja, daarom is het misschien wel handig om even kort te vertellen hoe een compressor eigenlijk werkt natuurlijk. De compressor is, is eigenlijk dit deel natuurlijk. Hè. Daar zit een zuiger in dit geval. Die gaat op en neer. Die wordt aangedreven hier met een elektromotor. Die gaat vervolgens lucht comprimeren. Hè. Dus je gaat eigenlijk druk opbouwen via deze leiding. Zo in het drukvat. Nou, dat is allemaal geweldig natuurlijk. Alleen, je wil op een gegeven moment ook wel dat je compressor een keer stopt met druk maken, zeg maar. Hè. Je moet je ook niet te druk maken. Dus op een gegeven moment... Dat is slecht. Ja. Dat is een flauw grapje. Nee, maar op een gegeven moment, meestal is het bij 8 bar, dan schakelt de compressor uit. En dat doet dit ding hier, wat hier zit. Dat is, we zaten net te praktiseren hoe dat heet. Maar het is eigenlijk gewoon een drukschakelaar. Er zit ook een slangetje, zie je hier. En dat slangetje dat gaat hier binnen in die schakelaar. Die schakelaar die schakelt dus de motor uit wanneer dat de druk die is ingesteld, hè, die 8 bar, is bereikt. Dus op dat moment gaat de motor uit. Maar dat is niet het enige wat het ding doet. Want je weet, als normaal een compressor zeg maar zijn druk bereikt, hè, je het ding hoort, je hoort hem draaien zo. Prrr, en dan gaat uit, hoor je, als je pss, hoor je zo'n sis. En die sis, wat er dan gebeurt, is dat de lucht die in deze leiding zit en in dit slangetje, die laat die klep laat die ontsnappen. Dat kan die doen, want hier zit ook een terugslagklep in namelijk. Hier binnenin zit een terugslagklep. Dus op het moment dat de compressor dus uitslaat, laat deze klep de lucht in de leiding ontsnappen en het terugslagklepje wat hier zit, die sluit eigenlijk direct zo plop dit systeempje af. Dus die sluit deze en deze af. Dus de lucht die in het vat zit, die kan eigenlijk niet terugstromen langs de leiding. En dat zorgt er eigenlijk voor, tenminste, dat is nodig, omdat die elektromotor die kan eigenlijk niet opstarten op het moment dat hier gewoon druk in die leiding staat. Dus op het moment dat jouw druk zeg maar zakt tot die normaal zou inschakelen, en hier zit nog steeds, laten we zeggen, ik weet niet wanneer hij inschakelt, bij een bar of 2 denk ik, bij 2 bar. Maar met die tegendruk kan die motor moeilijk opstarten, omdat zo'n elektromotor moet altijd even op gang komen voordat hij echt vermogen kan gaan leveren. En dat kan die niet als die druk hier niet weg is. Ja. Ja. Oké, maar dat is interessant. Ja. Hoe gaat hij het nou verhelpen? Precies, ja, wat zou het kunnen zijn? Ja, ik denk dat hij, als die klep natuurlijk die hierin zit vuil is, dan laat hij hem wel af. Psst. Maar dan ondertussen loopt de druk vanuit het vat door de klep, omdat die klep vuil is en vies, loopt er weer druk in. Dus staat er weer druk op. Ik denk dat dat het geval is. Ja, of dat deze niet goed afblaast op een of andere manier. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hem niet goed af. Want als deze, als die terugslagklep blijft lekken, dan blijft die sissen. Dan blijft die hier ook lucht weg laten lopen de hele tijd. Dan misschien doet hij wel even pssst, en sluit hij daarna de klep weer af. Ja, maar dan, want dit en dit is één systeempje eigenlijk, hè? Ja, dat snap ik. Maar misschien dat hier een soort van een klein timertje in zit, die even pssst, druk eraf laat en dan het systeem weer dichtgooit gelijk. Nee, dit blijft open. Ja, hoe weet je dat? Als het goed is, blijft hij open. Ik denk het niet. Ik denk dat hij even pssst, doet. Zou dat? Ja, en dan zit die klep. Die klep is dan, die is gewoon vuil van binnen. Dus de druk vanuit de vat loopt weer terug hierin en die staat gewoon op de compressor. Dat is een goeie. Moeten we testen eigenlijk dan? Ja, maar dat denk ik dat het geval is. Ja, ik weet dat hier een terugslagklepje in zit. Ja, en die is waarschijnlijk gewoon vuil. Maar wat jij net zei, dat klopt wel helemaal. Maar er zit nog een aansluiting vanaf de tank. Dat is deze.
En deze, hier staat altijd druk op. Dit is degene die meet. Ja, die schakelt hem. Die schakelt. Deze leiding is er alleen voor om de druk uit het systeem hier weg te halen. Ja, zeker. Want anders kan hij niet schakelen. Want als die druk weg is, dan zit die druk niet meer. Hiermee schakelt hij. En daarom denk ik dit laat hij af. Daarom denk ik dat deze even aflaat en dan klaar is. En dan weer dicht. En dan loopt hij vanuit het vat zo terug op de compressor waar er altijd druk op staat en niet op kan starten. Ja, maar zou deze inderdaad... Dan wil ik eigenlijk wel eens even testen. Kunnen we dan niet, als we deze losdraaien, kunnen we het erheen blazen? Als hij... Ja, dat kan. Dat want hij is nou aan. Ik pak een bako. Ik wil het nou weten ook. Even kijken. Ik hoop niet dat we onze compressor mollen, want het is best een fijn dingetje. Die mollen we niet. Kijk, hier zit al sowieso geen druk op nou. Ik ben benieuwd, want ik denk dat je hier nou gewoon erheen kan blazen namelijk. Nee, zie je daar? Hij sluit hem af. Ja, dus dan kan het. Dan kan die lucht, lekken. Ja, dan lekt deze terugslagklep. Ja, dat zou goed kunnen. Maar dan kan we later die terugslagklep ook uithalen. Je moet er eigenlijk even blazen gewoon. Nee, hij gaat pas boven een bepaalde druk dicht. Zie je dat? Ik kan er wel heel zachtjes doorheen blazen, dat kan jij ook. Ja, dan wel. Echt heel zachtjes, kijk. Wacht even. Nee, maar die druk is altijd te hoog, die sluit hem sowieso af. Ja, maar hij moet afblazen daar langs, hè? Ja, maar dat doet hij niet, kijk maar, want hier staat 8 bar op en die is gewoon dicht. Ja, misschien 8 bar wat er nou op staat. Nee, nu niet, maar dan wel natuurlijk. Condens aflaten hebben we ook al lang niet gedaan, denk ik. Nou, dat is ook gelijk interessant om te vertellen. Dat je dat dus wel af en toe moet doen. Oh, het is gelijk een servicebeurt voor de compressor hier, hoor. Even de condens eruit. Oké. Ja, dan kan we deze eruit halen namelijk. Ja. Dat zit allemaal niet zo vast, hè. Dat is gewoon met een o-ringetje wat erachter ligt waarschijnlijk. Jawel, dat is niet zo spannend. Daar zit de klep in. Even kijken. Druk is eraf, ja. Paf, klant dat ding eruit. Bop! Kijk, hier is afdichting. Ja, precies wat wij wel dachten. Dus deze leiding is, dit is 1, zeg maar. Dit loopt altijd door. Dan heb je dat drukvat, dat zit op een andere aanboring en zit dat ventiel zit daartussen. Dus de lucht kan er wel zo in, maar kan niet zo terug. Nee, dat is inderdaad de bedoeling. Als hier druk op staat in de leiding, dan start de compressor niet op. Dus je zou sowieso eens kunnen kijken naar die terugslagklep inderdaad. Hij kan heel makkelijk testen of het de klep is of deze. Je moet de compressor aanzetten. Brrr, ja. Dan wacht je tot die afslaat, dan is het pss. En als hij niet sist, pss, dan is die klep kapot. En als die wel sist, dan is dit ding kapot. Nou ben ik wel benieuwd wanneer deze klep dan wel open gaat. Dat is dan, zou dat dan met de druk samenwerken? Of zou dat dan elektrisch zijn, echt met een timertje? Ja, ik denk dat dat met gewoon een timertje is. Nee, ik denk met de druk. Nee, met timer denk ik, elektrisch. Gewoon een timertje. Ja, dat is elektrisch. Hij blaast wel af in ieder geval, dat moet hij wel doen. Dat doet hij, maar dat doet hij elektrisch. Oh, dat klepje moet al dicht onder, hè? Anders hebben we geen druk. Anders gaat hij het niet doen. Voel je die druk ook op je liggen? Zo, druk op je schouders. Oké, kom, prik hem aan. Nou, mooi. We gaan hem aanzetten. Ik doe even de stekker erin. Zo. Dan gaan we hem dadelijk aanzetten. En dan zetten we hem even uit. En dan hoor je dadelijk de sis van het afblazen. Kom op. Nou is het nog vrij. Ja, hij hoort het al hier. Ja. Het gaat steeds harder.
Zie je, dat is die 6. Nou, we wel kijken, nog één ding proberen. Wat dan? Dan moeten we eigenlijk even deze eraf, even de lucht eraf laten. Kunnen we een slangetje losmaken. We kunnen de motor aanzetten. Als we hem dan uitzetten, kan dat erin blazen waarschijnlijk. Ja, maar dan bouwt er geen druk op. Nee, maar maakt niet uit. Want dat doet hij altijd. Yes. Oké, okay, maar dan moeten we niet de druk eraf laten. Dan hoeven we, hey, dan hoeven we de druk er niet af te laten. Let op. Nou, een terugslagklep. Maakt niet uit, dus hij is toch dicht. Er staat geen druk en dan op. Kunnen we hier met de compressor inblazen. Ja. Dat is leuk. Dan weten we precies hoe lang die klep open blijft. Kijk, hier staat geen druk op en dat nee. Komt omdat deze klep... Ja, want dit kan je controleren. Nou weet je zeker dat je terugslagklep dicht is. Hé. Hey. Je kunt er gewoon wel doorheen blazen. Ja. Zet hem zie eens aan. Zie je wel. Maar nu wel. Ja. Dus die druk was net gewoon te laag. Dat was gewoon, dan was de druk niet voldoende. Ja, zie je, dat ding is gewoon altijd open. Dan is die klep gewoon stuk. Ja. Dat zei ik toch. Ja Tim, het kan eigenlijk twee oorzaken hebben, zeg maar. Het kan ergens elektrisch zijn, zeg maar, dat er toch iets mis is met de motor, dat hij te weinig vermogen levert of slecht opstart of zo. Of het kan iets pneumatisch zijn, dus dat zou je eigenlijk als eerste willen gaan uitsluiten. Maar wat je het beste kan doen is gewoon de compressor helemaal drukloos maken. Dus als er druk in zit, dan blaas je hem gewoon leeg. Je kan eventueel ook de ventieltje losdraaien aan de onderkant, dan laat je ook gelijk condens af. Nou, als je dat hebt gedaan, dan moet je hem gewoon even aanzetten en kijken of hij dan wel normaal opstart. Als hij dan opstart, dan weet je in ieder geval dat hij elektrisch gewoon in orde is eigenlijk, hè? Ja, ja, zeker, want dan zit er nergens druk in, dus ook niet op, zijn, op het leidingje. Ja, precies. Ja, en als dat dan ja, allemaal goed is, ja, dan moet je dus gewoon eens even gaan kijken. Ja, dan verdenken wij deze klep, die schakel. Daar, daar heb je het. Niet te vertrouwen, die dingen. Nee, maar ik moet hem even openschroeven. Ik weet niet precies hoe dat er van binnen uitziet. Maar het gaat om dat leidingje en daar zit dus een klepje. Misschien dat er gewoon vuil is dan of zo of iets. Ja, dat die klep of niet afblaast. Misschien zit het afblaasgaatje wel gestopt. Ja, gewoon gestopt. Ja, gestopt. Ja, mogelijk. Dan moet je even nakijken dan. Ja. Hadden we nog iets? Nee. Het is best een complex systeempje nog wel. Ja, dit ding is sowieso... ja, wel een van de meest voorname dingen van de compressor wel, wat dat betreft. Ja, die doet dat. Ja, die regelt dat allemaal. Dus ja, dat zou best kunnen dat daar iets gewoon helemaal niet goed is. En hij vroeg trouwens ook hoe dat ding heette. Ja, drukschakelaar, denk ik. Wij hebben ook zitten zoeken. Ik denk, ja, hoe ja, maar hoe heet ik het? Denk dus dat het een drukgestuurde drukschakelaar is. Ja, precies. Oké, okay, maar ja, dat is geklets. Ik zocht drukschakelaar. Ik denk als je zoekt drukschakelaar compressor, dan vind je ze. Maar het zijn volgens mij geen hele goedkope dingen. Dus ik zou gewoon eens even kijken of je hem niet een beetje gangbaar kan maken. Oké, okay, ja, ik denk dat we het hebben zo. Ja, nou ja, ik hoop dat je iets wijzer bent geworden over de werking van een compressor. Ja, wellicht zijn er kijkers die wel gewoon heel veel ervaring hebben met het tunen van hun compressor. En het fixen van dit soort kleppen of... ja, die hetzelfde problemen als gehad hebben. Zet het even onder in de comments natuurlijk, want daar kan Tim ook nog misschien iets aan hebben. Ja, heb jij nou nog een vraag voor ons voor de helpdesk? Maak even een video met je telefoon. Stuur hem naar ons WhatsApp-nummer. Voordat jij dat doet, check eventjes onder de beschrijving, want er staan namelijk een beetje de spelregels en de dingen waar je even op moet letten natuurlijk. Want we krijgen heel veel aanvragen binnen voor problemen die helaas niet voldoen en die we dus dan ook niet kunnen behandelen. Dus check dat even. Dus ik zou zeggen mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende. Hou nu maar je klep. Bep, 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 bep.